Mijn naam is Lynn van Hoes en ik ben coördinator bij Wonen Plus. De doelgroep van Wonen Plus zijn eigenlijk mensen die gewoon hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen. Het kan zijn dat ze op leeftijd zijn en dat ze denken, ik heb hulp nodig, ik kom er niet uit. Maar het kan ook zijn dat ze misschien hier net zijn komen wonen, geen netwerk hebben, misschien een beperking of een ziekte helaas met zich meebrengen. Dus het is niet een bepaalde leeftijdscategorie, maar vooral mensen om te zorgen dat ze zelfstandig kunnen zijn. Verschillende diensten van Wonen Plus zijn onder andere het Digipunt. Dat is een spreekuur waarbij mensen terecht kunnen bij de ondersteuning van digitale vragen. Bijvoorbeeld als ze een DigiD willen aanvragen of als ze hulp nodig hebben voor hun werk, voor UWV. Als ze daar zaken voor moeten uploaden of formulieren voor moeten insturen. Dan hebben we ook een project thuisadministratieloket. Daarbij ondersteunen wij mensen die hulp nodig hebben bij hun administratie. Daarnaast hebben we vooral heel veel maatjesprojecten. Dus iemand die om een praatje verlegen zit. Iemand die graag een bakje koffie met iemand zou willen drinken. Maar ook mensen die echt hun verhaal kwijt kunnen of die echt aan een netwerk willen bouwen. En ook hebben wij nog mantelzorgmaatjes. Dat is een dienst die wij samen met Mantelzorg Roosendaal hebben. Om te kijken als mantelzorgers overbelast dreigen te raken. Dat er een maatje is die hen een dag kan ontlasten. Dus dat zij ook een dag naar hun eigen hobby kunnen. En dat degene waar zij zoveel voor zorgen even een dagje een maatje krijgt die er voor hen is. Een netwerkmaatje ondersteunt mensen die een netwerk uit willen breiden. Als ze bijvoorbeeld eenzaam zijn of denken van ik heb iemand nodig om iets leuks mee te doen. Of ik zou graag ondersteuning willen of hulp willen bij iemand die mij helpt. Om af en toe de container buiten te zetten. Die ondersteun ik door gesprekken te voeren en daarmee het netwerk wat steviger weg te zetten. Wat we eerst doen is het netwerk in kaart brengen, waarbij we iedereen opschrijven en op een papiertje zetten van wie staat dichtbij, wie staat ver weg, wie ken je allemaal. En het doel is uiteindelijk dat zij een netwerk hebben uitgebreid, dat ze meer mensen hebben om op terug te vallen, een vriendschap hebben en dat ik uiteindelijk eruit kan stappen om het aan hun over te laten. Mijn naam is Jérôme de Klerk. Het project Bejeugdmaatjes is een project waarin wij samenwerken met Wij Zijn Traverse Groep en met Partnership Roosendaal. Partnership Roosendaal is een drieluik samenwerking van gemeente Roosendaal, Sportservice Noord-Brabant en Fonds Sporthogeschool. En met het project Beweegmaatjes proberen wij eenzame ouderen uit hun isolement te halen door middel van sport en bewegen samen met studenten. Als er iets voordoet, dan schakelen we direct met de collega's van Wonen Plus. Dus die samenwerking die verloopt heel erg goed. Zodra de beweegvraag bij Wonen Plus binnenkomt, dan neemt Lynn contact met ons op. En dan gaan wij kijken welke studenten we daaraan koppelen, welke studenten we daaraan koppelen. Het zijn er altijd twee, want we willen ook dat ze elkaar in de gaten kunnen houden. De studenten die gaan 40 weken aan de slag met het beweegmaatje. Die gaan de beweegvraag proberen te beantwoorden. En zodra zij klaar zijn met dat traject, dan hopen wij altijd dat ze kunnen reïntegreren in een vast, structureel bestaand beweegaanbod. En dat kan van alles zijn. Er zijn beweegpunten, er zijn sportverenigingen, er zijn verschillende groepen hier in Roosendaal waar ze terecht kunnen. En we proberen dat altijd te stimuleren dat na die periode dat de mensen dan doorgaan richting een regulier aanbod. In de coronatijd hadden we flink wat beperkingen met onze beweegmaatjes. Toen we op een gegeven moment weer verder de praktijk in konden, hebben we wel weer één op één op afstand toch afspraken kunnen maken met onze beweegmaatjes. En zijn de studenten weer de praktijk ingegaan om toch weer de bewoners van Roosendaal vitaler te krijgen.